Mark Veldmaat, spelers die terugkomen bij hun oude club, die willen één ding. En dat is naast vriendelijk zijn voor de mensen die hier werken, heel graag winnen van hun oude club. Met dat gevoel moet jij ongetwijfeld ook hier vandaag naar binnen gekomen zijn. Ja, absoluut. Ik heb hier 2 jaar gespeeld en ik zou vandaag hartstikke graag willen winnen. En dat is helaas niet gelukt. Doet wel pijn, moet ik zeggen. En dan zie jij de mensen die jij zo lief hebt, met grote glimlachen van het veld afgaan. Zij winnen, jullie verliezen. Hoe is dit godsnaam mogelijk? Ja, heb je allemaal gelijk. In de eerste helft maak je 1-0, speel je niet goed. Tweede helft moet je gewoon 2-0 maken, dan is het gewoon klaar en dan kunnen we het gewoon uitspelen. Dat doen we niet. En dan komen hun puur door strijd en domme fouten van ons komen hun terug in de wedstrijd. En dan geef je het gewoon onnodig weg. Dat is gewoon zonde. Laten we jouw oude club een veer in de bibs steken. Het is ongelooflijk hoe ze hier met weinig geld toch altijd weer een lekker ploegje weten neer te zetten. Ja, ze maken er altijd wel wat van. Tuurlijk, dat is ook hartstikke goed van Helmersport. Maar het is gewoon kloten voor ons. Wij moeten hier gewoon winnen. En ik vind ons gewoon een betere ploeg hebben dan Helmersport. Maar dat hebben we vandaag helaas niet laten zien. Waar schort het nou vandaag het meest aan? Ja, domme dingen en gewoon de 2-0 maken. De eerste helft speel je niet heel goed, wat ik al zei, maar je komt 1-0 voor door een hele goede goal. En dan moet je de tweede helft, eerste kwartier speel je goed, moet je 2-0 maken en dan is het gewoon klaar. Dan gaan wij hier gewoon winnen. En dan door domme stommigheden, domme gele kaarten, domme rode kaarten, verlies je gewoon die wedstrijd. Dat mag gewoon niet gebeuren. En als je naar je eigen optreden kijkt, voor de tweede keer achter elkaar, word je voor tijden gewisseld. Dat zegt wat, hè? Ja, dat doet wel pijn, ja. Zeker. Vorige week vond ik het terecht. Vandaag ben ik het niet helemaal mee eens, maar ik zal wel even goed met de trainer over gaan praten. Ja. Ik denk dat hij jou wisselt omdat je weinig kansen krijgt of creëert. Behalve bij de goal. Dat was een goede loopactie. Ja, misschien wel. Het is ook zo. Ik heb natuurlijk vrij veel taken. En ik ben wel een speler die veel op intuïtie speelt. Ja, dat heb ik nog weinig kunnen laten zien. Dus ik hoop dat er een mooiere tijd aankomt. Want de eerste 2 wedstrijden zijn me niet heel goed bevallen. Nee. Maar dan moet je het wel zonder bijvoorbeeld Gijs Luijering doen. Die is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart. De Roon is geschorst. Bruinier gelukkig niet ernstig geblesseerd. Dit is wel een beetje een slagveld geworden, hè, vanavond. Ja, we hebben een paar domme tik uitgedeeld natuurlijk. Gijs, heb je bent er voor stand-in. Heb je. Ja, je hebt Marten die dan 2 keer geel krijgt. Ja, dat zijn toch dat zijn gewoon klote dingen. En die moeten er gewoon uit. Nooit gedacht dat jij dit stadion met een rotgevoel zou verlaten, hè? Nee, ik had er geen moment verwacht. Ik had echt verwacht dat wij hier gingen winnen. En dat zag de eerste helft ook gewoon uit, zoals ik al zei. En het is gewoon hartstikke zonde dat je hier de punten weggeeft. Moeten wij ons zorgen gaan maken over het gebrek aan scorend vermogen van Sparta? Nee, dat denk ik niet. Je hebt vandaag wel kansen gehad, vorige week ook. Dan moeten we er gewoon in. Anders win je ook vorige week bijvoorbeeld met 4-0 van Fortuna. Doe je niet. Maar vorig jaar had je bijvoorbeeld Johan die gewoon echt sowieso 25 goals maakt. Maar nu moet het van meerdere mensen komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon gaat komen, het scorevermogen.